En heb je wel eens een trio gehad? Ik hoor? Ja. Ja, ik heb wel een trio gehad, ja. Meerdere keren? Ik heb wel een trio gehad. Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van The Lobby Lounge. De show over de liefde, relaties en alles wat erbij komt kijken. We gaan het allemaal bespreken vandaag. Dat doe ik niet alleen. Ik heb twee gezellige co-hosts bij me, Elieve en Fax. De enige echte, je weet het, Noordin Asseke. Jouw energy bro, altijd gezellig dat je er bent. De een swipet erop los, de andere doet mee aan first dates. Weer iemand anders houdt wat van meer spanning. Je hebt namelijk ook seksdatings-apps vandaag de dag. Ja, Fax, het is echt zo. En ook labels vandaag de dag. Kwarrel, dwarrel, prela. Kortom, kortom, kortom. Ik heb al genoeg gezegd. We gaan het er allemaal over hebben. Vandaag, modern dating. Dat doen we niet alleen, want we hebben ook een bijzondere gast bij ons vandaag. Give it up voor Kev Cody! Oké. Smoetjes, bro. Ja, man. Ben je ready? Ik ben ready. Je zit goed? Love, dokter. Ja, toch? Dokter Love. Oké. Bro, we gaan gewoon gelijk in het diepe met jou beginnen. Het is namelijk tijd voor het vluggertje. Ben je een beetje iemand van de vluggertjes? Nee, ik heb wel mijn tijden gehad. Ja. Je hebt je tijden gehad. Ja. Oké, wat we gaan doen. Ik heb een paar dilemma's voor je. Je gaat even kort antwoord geven op die dilemma's. En dan gaan we het er zo meteen over hebben. Oké, de eerste. Rela of single? Relatie. Wandeldate of fine dining? Wandeldate. Uiterlijk of innerlijk? Uiterlijk. Relatie of carrière? Carrière. Tinder of sliden in de DM? DM. Bros before wifies of wifies before bros? Bros before wifies. Oké, dat waren ze, man, bro. Het eerste wat ik wil weten. Ik vind jou echt een persoon die lekker uit eten, chique doet, maar je kiest toch voor een wandeldate? Ja. Maar lekker wandelen gewoon. Iedereen gaat wel op date, gaat even eten en zo, snap je? Als we gaan wandelen, ga je het echt leuk vinden. Ja? Want een guy doet dat niet zomaar met je. Maar wat doet Kev Cody op een wandeldate? Praat over alles, ik weet niet. Het komt er wel uit. Want je zei net ook dat je een relatie liever hebt dan single. Ja. Heb je op dit moment een relatie? Nee. Geen relatie? Nee. Hoe komt dat? Ja. Ik ben gewoon gefocust op mijn carrière sowieso. Want hoe lang ben je single? Ik denk 2 jaar nu of zo. Waarom dan? Waarom ben je single, denk je? Waarom? Ja, ik kreeg een kind. Van iemand anders. Oh. Ja. Oeh, bro. Ging niet vreemd. Oké. Dus je had een relatie. Ja. Daarvoor heb je een leuke avond met iemand gehad? Of was je wel vaker met diegene? Leuke avond. Leuke avond gehad. Toen heb je een relatie gekregen. Ja. Toen kwam die persoon waar je dus... Het is niet tijdens de relatie gebeurd. Nee. Dus net vlak ervoor. Die kwam toen bij je van, joh, over een maand word je vader. Ja. Wow, hoe gaat zoiets dan in je relatie? Is het dan ook gelijk, was het gelijk klaar voor jouw wifey op dat moment? Of voor jouw relatie? Ja, zij was gewoon van... Laat maar zitten, man. Ja? Ja. Hoe vond je dat dan destijds? Heftig. Ik vind het ook heel heftig. Ja, man. Ik schrik er wel van. Hoe ziet nu dan jouw single leven eruit? Ik maak gewoon mijn muziek gewoon elke dag. Af en toe ben ik gewoon met een schatje. Als ik die heb. Ja? Kev Cody heeft niet altijd een schatje dus? Nee. Niet altijd. En waar hou jij je schatjes vandaan? Ja, soms kom je ze gewoon tegen, toch? Ergens. Het is niet dat je altijd iemand DM't of je zit op een date? Nee, eigenlijk nooit. Soms DM ik zelfs als ik me verveel. Maar ga je dan heb ik wel eens gedaan. Je verveelt, je hebt niks te doen. Ga je dan de DM's langs die jou hebben gedM'd? Of check je van, hey, die ging me laatst volgen, die ga ik slijden? Nee, het is gewoon toevallig. Het is gewoon toeval. Op het moment zelf. Ja, toch? Ja. Oké. Ik denk dat we genoeg hebben gepraat over jou. We gaan door naar het volgende. En dat is namelijk het daten anno 2021. Modern dating. Daten anno 2021. We leven in een fantastische tijd met heel veel apps. Binnen 1 klik op de knop kan jij zomaar een date hebben met een andere persoon. Maar willen we eigenlijk niet liever iemand in real life ontmoeten? Of is de snelheid wel makkelijk die we hebben? De potentiële partners die we voor het uitkiezen hebben? Daar gaan we het nu met jullie over hebben. Want daten anno 2021, ja, het is wel een dingetje. Kan je nog wel iemand oldschool tegen het lijf aanlopen waar de liefde van afspringt?
Heb je dat gehad bijvoorbeeld? Ja. Waar? Op een festival. Ik kwam iemand daar tegen en die energy was gewoon right, gewoon, snap je? Het was je zegt gewoon... energy belangrijk, is dat dan hoe ze danst, hoe ze lacht? Nee. Wat is energy voor jou? Het klikt gewoon, snap je? Jullie komen gewoon zo bij elkaar eigenlijk, onbewust. Hoe denken jullie van, hey, ik neem de eerste stap of neem zij de eerste stap, hoe werkt dat? Je begint zo met lachen naar elkaar, denk ik. Oké. Okay. Snap je? Het ligt aan het moment ook, of je gaat wachten tot iets grappigs gebeurt. Ja. Zag je dat? Snap je? Mm. Oh. Ja, want dit is natuurlijk iets wat ik zeg van... Hey, heb je in real life wel eens iemand ontmoet? Ja. Ja, jij dus ja. Ik hoor mezelf niet veel. Ik ken veel mensen in mijn eigen omgeving die datingsapps gebruiken. Gebruiken jullie datingsapps? Nee, ik denk dat de moderne datingapps zijn Instagram en Facebook misschien. Facts. Dating. Jij lijkt me wel zo'n Tinder-geikie, weet je? Met je, met je smooth outfitje. Het werkt nog als quote erbij. Wauw. Kijk, wat ik gewoon zie... om mijn omgeving, is dat we allemaal een dating-app gebruiken. Bijvoorbeeld Snapchat of Instagram. Snapchat is een like van de way van... je voegt iemand toe via die je ziet bijvoorbeeld snel toegevoegd. En dan slide je gewoon erin. Je toch gewoon zijkant. En dan zeg je van, hey. En dan zeg je, wie is dit? Ik zeg, ja, ik had je gewoon even gewoon gezien. Je toch? Bij die snel toegevoegd zegt ze, oh. Weet je, dus in principe doe jij, ik... Kev, iedereen slijt een beetje, weet je. De Snap is gewoon eigenlijk gewoon net als Tinder. Heb je openingszinnen of dingen van, dit doe ik altijd. Of ik heb een trucje of zo. Mm-hmm. Weet je wat ik altijd doe? Stel voor, ik zie er ergens. Ik zeg, ik ken jou ergens van. Heb ik jou niet eerder gezien? Ja, je zat bij mij op school. Zeg ze, nee. Zeg ze, en dan moet je gewoon gokken in a way van, je zit bij mij op hbo-school. En dan zeg je, verzorging. En als ze zegt ja, dan heb je jackpot. En heb je wel eens iemand leren kennen dan via een dating-app, Instagram, Snapchat... die je eigenlijk niet kende, maar daardoor wel hebt leren kennen? Ja. Toch wel, hè? Toch wel. Ik heb best wel veel mensen eigenlijk op die manier leren kennen. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen nog? Ja, ik heb eigenlijk een tijdje Matthew Hussie gedate. Dat ging ook via Instagram. Ik weet niet of jullie... Kennen jullie hem? Het is een datinggoeroe. Hoe ging dat? Want je gaat dan met iemand praten die helemaal van de dates en helemaal van de... Ja. Zijn vakgebied. Ja, snap je wat ik bedoel? Zijn vakgebied. Dus hoe was dat? Ja, heel slik. Het ging allemaal heel goed. Hij wist eigenlijk precies al de juiste dingen te zeggen. Ja, hij was echt getraind. Maar ik geloofde het wel. Het was niet alsof ik het niet geloofde wat hij zei. Dus het ging eigenlijk heel erg mooi, heel goed. Maar uiteindelijk... ging hij er vandoor met Camila Cabello. Dus, Camila Cabello. Oké. We gaan het dus hebben over facts. Niet over facts, maar over facts. Feiten en cijfers, want feiten liegen niet. En die gaan over onze doelgroep. En die zijn toch wat pijnlijker dan ik zelf had verwacht. En ik ga het even voorlezen. Uit recent onderzoek is gebleken dat in Nederland... de jongeren met een relatie sterk gedaald is. In 2005 gaf 70% aan... in de leeftijdscategorie 20 tot 24 een vaste relatie te hebben. In 2017 was dit slechts 37%. Ze zouden zich minder focussen op relaties... Klopt. Omdat ze het gevoel hebben van het perfecte plaatje door social media. Merken jullie dit ook? Wat ik juist meer denk, is dat de jongeren gewoon nu... meer niet weten in welke positie ze staan in een relatie. Like van, ben ik een scharrel? Zitten we in een relatie? Friends with benefits. En dat het echte relatiestukje dan ontbreekt, zeg maar. En dat zie ik ook bij mezelf, bij anderen en om mijn omgeving gewoon, weet je. Dus ik denk gewoon persoonlijk dat de jongeren en jongvolwassenen gewoon niet weten op welke positie ze zitten bij een dame... en dat een dame dat ook niet weet bij een jongen. Maar jij bent het dus wel heel erg mee eens om het een naam te geven. Want dat is ook waar ik het over wilde hebben. Jij noemde al een paar termen. Je hebt bijvoorbeeld termen als friends with benefits. Precies. Twarrel, dat is een twijfelachtige scharrel. Je hebt een scharrel. Hoe? Iemand met... Twarrel. Twarrel. Klinkt echt lelijk. Twarrel is een twijfelachtige scharrel, zeg maar iemand... Ja, af en toe spreek je met diegene af, maar het is een beetje half-half, een beetje twijfelig. Het is net geen goede scharrel. Mm-hmm. Scharrel is zeg maar, je spreekt met elkaar af, het is allemaal vrijblijvend, het is gezellig. Ja. Dan komt die Kev Cody. Kwarrel. Ken je dat? Kwarrel. Wat is dat? Kwalitatieve. Scharrel. Scharrel.
Ja? Ja, dat is zeg maar van oké. Okay. Ik loef die wel. Ik ja, ik ook. Vooral hoor, die kwalitatieve schouwen. Het is fijn, het is goed. Ja. Het werkt. Het werkt, maar of het ook echt gaat werken, dat moeten we echt nog wel even uit gaan vinden. Beetje peilen, zeg maar. Juist. En dan heb je er nog, we hebben er nog twee. Ja. De Prela. Prela? Weet je wat Prela is? Ik weet niet wat Prela is. Weet je wat? Prela. Prela. Wat is dat? Als wat klinkt het? Free relationship. Hoe? Maar wat is het? Ja. Free relationship. Het is zeg maar, je doet alles wat een relatie heeft. Het voelt eigenlijk alsof het een relatie heeft, maar... Maar dat is dan toch ook een kwarrel? Nee, die kwarrel zit er net onder. Van, je vibe nog... je kan met elkaar naar het strand gaan, maar je weet misschien nog niet zeker of alleen die van jou is. Ik hoor je. Maar heb jij wel eens een prela gehad? Nee. Nee, ik ga meestal heel snel. Maar komt dat ook omdat je nog nooit... Heb je een relatie gehad? Ja, absoluut. Dan heb je toch zeg maar die fase voordat het echt een relatie is? Of slijt dat noem het ik gewoon over? Daten eigenlijk. Noem je daten. Ja, voor jou zit daar niet... fases nee, in ik, of levens ik ben niet zo. Ik hou niet van scharrelen en zo. Ik heb er niks op tegen hoor. Iedereen moet zijn eigen ding doen, maar... Nee, als ik met mensen connect, gaat het meestal zo diep. Ja. Binnen welk tijdsbestek weet je dan van, dit is gewoon mijn vriend? Het ligt echt wel aan... Ik kan geen tijd geven, denk ik. Ik denk dat zo is het, dat als je bezig bent met iemand, dat je vanaf dat moment zeg maar, elke dag met elkaar praat. Snap je? Mm. Ligt aan jullie hoe snel jullie afspreken. Maar zodra je één keer hebt afgesproken, blijf je met elkaar chillen. Snap je? Jullie gaan het over zoveel dingen hebben, dat jullie band ineens zo sterk is... Misschien binnen 3 weken al, snap je? Dat je maar toch ik elke zou dat dag ook niet kunnen afbakenen, ja. Dus jullie zeggen tijd, dat is gewoon per persoon verschillend, per situatie verschillend. En ook herkennen jullie je eigenlijk niet in de fases die ik net heb opgenoemd. Jij wel? Ja, ik best wel eigenlijk. Ik heb altijd wel, voordat mijn relatie officieel is, een pre-relatie. Ik ben een beetje echt zo'n niet twijfelen, want als ik ervoor ga, ga ik er wel voor. Maar ik heb heel veel... Oké, wacht, ik kijk even hoe het gaat, wat het is. Hoe reageert, wordt er op dit gereageerd, hoe wordt er op dat gereageerd? En dan hoef ik niet met iemand anders te zijn. Maar dan heb ik ook nog niet van, bam, dit is mijn wifi. Vrouwen kunnen toch veranderen? Ze kunnen gewoon switchen van gedrag gewoon. Mannen kunnen ook echt switchen, hoor. Laten we even eerlijk weten. Ja, true. Vertel, wat is die grootste switch? Ik heb het maar één keer echt meegemaakt, die switch. En ik begreep er echt helemaal niks van. Je begreep er gewoon niks van. Ik begreep het gewoon niet, want zo ben ik zelf niet. Mm. Ik denk altijd, zoals ik net al zei, dat het gewoon diepgang heeft en dat het echt is. En als je dan ineens die switch hebt... Want werd je geghost of was er iets? Hoe ging het? Nee, van de een op de andere dag was het soort van... ik heb nog bepaalde issues die ik nog moet uitvogelen met mezelf. En toen dacht ik, die had je toch daarvoor. En stel nou, je weet toch, je bent op een gegeven moment gewoon klaar. Je switcht op iemand. Ja. Yeah. Hoe pak je dat aan? Ga je het zeggen? Ga je diegene niet meer reageren? Ga je gemeen op diegene doen? Ik denk dat je minder contact hebt gewoon. Bouwt het af? Ja. Afbouwen. Maar weet je wat ik wel vind? Ik vind wel dat je duidelijkheid moet scheppen op waar je naartoe wil gaan of op welk punt je staat. Kijk, wat Vex, ik hoop echt dat je echt zo bent, hè? Nee, maar ik ook, maar je zegt wel dingen die ik altijd echt probeer zo lang mogelijk uit te stellen. Voor maar ik vind dat niet netjes dat je dan gaat afbouwen. Ik ben iemand persoonlijk, ik zou je dan even apart nemen. Gewoon like van, kunnen we even afspreken? Mm. Doen we in de auto of gewoon even in het park? En dan zeg ik gewoon de irritatiepunten. Gewoon van, ik like dit en dit niet van je. Ja. En ik heb voor mezelf besloten, het ligt misschien niet bij jou, maar misschien bij mij, dat ik het niet like. Misschien is het beter dat we gewoon uit elkaar hebben. Zo heb ik het geleerd persoonlijk van mijn moeder, weet je. Ja. En dat is ook respectvoller naar de vrouw toe. Want dan weet de vrouw ook persoonlijk waar ze aan toe is. En dat ze ook door kan gaan met het leven weer, weet je. Ik denk dat dat ook inderdaad het beste is. En een mooie respectvolle manier, gewoon duidelijke communicatie. Het is tijd voor het volgende, namelijk de kijkersvragen. Mensen thuis hebben luisteraars en kijkersvragen ingestuurd waar ze brandend antwoord op zoeken. Antwoorden in hun liefde, vragen waar ze tegenaan zitten. Ja. En dat willen ze graag met jullie bespreken. Dus we gaan nu luisteren naar de eerstvolgende luisteraarsvraag. Yo, ik en mijn beste Mattie ging een keer naar een feestje toe. En toen leerden we een meid kennen. En die avond hadden we ook nog een trio met haar gehad. En daarna eigenlijk vond ik dat het zo goed klikte dat ik haar gewoon mijn wifi had gemaakt. Dus hadden we een relatie. Maar nu is het inmiddels al 2 weken uit en ben ik erachter gekomen dat ze bij diezelfde vriend slaapt waarmee we de trio hadden gedaan. Maar ik weet nu echt niet wat ik nu moet doen, man. Op wie moet ik nou eigenlijk boos zijn?
Facts. No, dit hurtte me echt. Dit hurtte me echt gewoon. Je hebt een trio met die dame gehad. De eindstand, word je verliefd. Het gaat al fout, bro. Het gaat al fout. Je hebt trio gehad. Je mattie was in die room. Is er ook in geweest. Ja. En de eindstand wordt het wifey. Dan jait ze jou. Ja. En dan gaat ze naar diezelfde mattie. Nee, man. Maar ja, ik kon het verwachten, man. Ja? Maar bro, even serieus. Dat is omgekeerde wereld. Dat kan niet. Kev, zou jij dat zelf doen? Even eerlijk. Nee, sowieso niet. Nee. En op wie moet hij boos zijn? Op zichzelf? Ja. Op zichzelf? Ja. Ja, toch? Ja. Op zich, hij moet niet op haar, niet op hem. Hij moet zichzelf blamen gewoon. Precies. En heb je wel eens een trio gehad? Ik hoor? Ja. Ja, ik heb wel een trio gehad, ja. Meerdere keren? Ik heb wel een trio gehad. Hoe gaat zoiets dan? Ja, het was gewoon echt toeval gewoon. Ik schrok zelf. Hoe ging het dan? Ja, opeens komt er gewoon nog een dame in die kamer, zeg maar. Mm. Weet je, en ja. Dan ga je gewoon. Ja, je gaat gewoon door. Oké. Okay. Daar komt hij. We hebben ook nog een luisteraarsvraag van Zora. Nou, ik heb een date met een jongen die ik heel erg leuk vind. Maar steeds als ik met hem wil afspreken, dan stelt hij voor om bij hem thuis af te spreken. Terwijl het mij gewoon leuker lijkt om bijvoorbeeld naar de bios te gaan. Moet ik hier iets achter zoeken? Kev, moet ze hier iets achter zoeken? Jullie lachen heel gemeen. Kijk, als het coronatijd was, dan begrijp ik het, want je kan niks anders doen. Het is een goede excuus voor ons. maar ja. Ja, hij houdt gewoon even. Moet ze hier, gewoon even kroelen. Even eerlijk. Gewoon. Hij houdt gewoon als kroelen. Man zijnde, moet ze hier iets achter zoeken, ja of nee? Ja, hij houdt kroelen. Hij wil kroelen. Elieve? Ja, ik denk het wel. Facts? Ik denk hij is gewoon thirsty. Hij wil het laten lukken. Ik zeg je eerlijk. Ik denk het echt. Oké. Okay, hij is op een missie. Zora, he's thirsty. Niet facts. Hij wil het laten lukken, dus ja, kunnen we wel zeggen. Ja. Je moet er wat achter zoeken. Ja. Oké, het is tijd voor actie. En in het Chantings gaat het volgende gebeuren. Ik heb hier iets wat ik niet vaak in mijn zak heb, maar het is een munt. Kop of munt? Kop. Kop, dat betekent dat jij een munt krijgt. Wat de bedoeling gaat zijn, ik ga gooien met deze munt... Mm-hmm. Diegene krijgt een minuut lang Chantings van jou. Dus we gaan nu kijken wie gaat chanten. Nou, dat ga ik niet doen, man. Zo, dat is een mooie ook. Munt. Dus? Jij moet een minuut lang facts. Hij moet mij chanten. Dat is raar. U bent mijn bro, je ziet er goed uit, fris. Loeboe, ik ga je meenemen. Kunnen we gaan chillen? Zijn er wat vrouwen daar? Weet toch? Maar... Ik hoor je. Ik snap deze... Dit is bro-chanting. Mm-hmm. En nu wil ik dan toch even de chanting naar Elieve. Chanting. Zie wat hij doet. Dit is bro-chanting. Bro-chanting hebben we gehad. Oké. Okay. Nu gaan we toch even... Het is maar een minuutje. Gooi even je beste Kevin. Een minuut kan best lang zijn. Hoor. Ik hoop dat mijn vader niet meekijkt. Nee. De minuut gaat nu in. Baby. Alles goed? Ja. Gaan we doen morgen. Nou, vertel. Ja, ik zeg je eerlijk. Het moet gewoon realiteit zijn. Dan neem ik je wel mee en dan gaan we het regelen. Maar voor nu, om te doen alsof, dat is fake en ik ben geen faker. Eens. Oké. Heel snel, uiteindelijk heb ik het. Oké. Ik vind het een goede chanting. En nu... Komt het eindcijfer. Ik weet, het is misschien een beetje rijden met elkaar gepraat. Ik vind dat je toch goed in je rol ging om toch proberen te chanten. Elieve, wat vond je ervan? Nou ja, ik had van de mannen die mij versieren verwacht ik heel veel initiatief. Dat dus de vraag, wat gaan we morgen doen? Dat is dan niet genoeg initiatief nemen. Dat zou ik eerder liever hebben, zoiets van... We gaan morgen naar de strand of we gaan morgen dit doen of dat doen. Eigenlijk moet hij al gereserveerd hebben. Zo laat kom ik je ophalen. Ja, dat vind ik leuk. Dan, dus jij bent op concreet eigenlijk. Dus je hebt gelijk. Ja? Ik hou gewoon... Direct gewoon... Ik ga je mee van, naar daar. Half tien haal ik je op. Ja. Snap je? Daar houden ze echt van, hè? Dat is echt zo. Ik denk dat we hier nog uren over door kunnen praten. Kev Cody, ik wil je heel erg bedanken dat je er vandaag was. Ja, en voor bedankt, je open en eerlijkheid. Het was super gezellig in de Lobby Lounge. Elieve en Fax. Dankjewel. Het was gezellig en ik heb weer nieuwe dingen geleerd. Ik hoop dat jij dat thuis ook hebt gedaan. Was je net nou ergens mee eens of oneens? Laat het even weten in de comments. Vond je dit leuk? Geef het even een like. Vergeet ook niet te abonneren op Funix. En we sluiten af, hoe Maximata ooit zei,
Ik wil jou en jij wil mij. Dus papi, doe niet moeilijk. Ik wil alleen maar met je zijn. Tot de volgende keer. Ciao!